Mijn naam is Jos Hugens, ik ben CEO van Mythos. Mythos is gestart in 2005. Wij hadden een vleesbedrijf, we maakten hier vleeswaren in dezezelfde fabriek. We zagen toch steeds meer dat het perspectief van vlees iets minder werd. En het lag eigenlijk toen wel voor de hand dat we iets in plantaardig zouden gaan doen. Eerst eigenlijk voor vetvervanging in worst en vleeswaren. Maar vrij snel daarna ook de vegetarische en veganistische markt. En dat is nu onze grootste markt. Wij verwachten voor de komende 5 jaar een verdubbeling van de wereldwijde vegetarische markt. Ik mag uiteraard naar omzetcijfers kijken in mijn functie. En we zien die groei maand op maand terug. En ook in vergelijking met vorig jaar doen we het heel erg goed. Ik denk met veel omzet, met veel mooie klanten waarmee je een sterke verbinding hebt. En waarmee je ook echt wil samenwerken en wil verbeteren. Ik zit ongeveer nu 10 jaar in deze boeiende onderneming. We hebben verschillende afdelingen. Afdeling commerciële binnendienst, boekhouding, kwaliteit, productie en nog een stukje technisch dienst en engineering. Ik doe de productontwikkeling voor Mythos en de productverbetering voor Mythos. Procesverbetering en het adviseren en ondersteunen van klanten. Wat ik mooi vind aan het product van Mythos is dat je het waanzinnig goed kan combineren. Je kan er een vegan of een vegan of een hybride product van maken, wat bijna net lijkt als echt. Welke projecten waar ik trots op ben? We hebben een hele goede visvinger ontwikkeld. We hebben een heel goed gehakt ontwikkeld. We hebben een hele goede worst, braadworst, knapworst ontwikkeld. Hele leuke kipproducten. Producten voor kant-en-klare maaltijden. Producten voor op pizza's. Dus dat zijn eigenlijk wel allerlei projecten waar ik heel trots op ben. Nou, ik denk dat de wereld er een stuk beter bij zou liggen als we wat minder vlees zouden consumeren. Dat is natuurlijk hartstikke lastig, maar je zou natuurlijk met behulp van Mythos zou je een gedeelte van je vlees kunnen vervangen door ons Mythos product. Ja, dan is het een enorme hoeveelheid energie die niet meer nodig is, die minder nodig is. En kunnen mensen nog steeds de hamburgertjes blijven eten. Dat zou mooi zijn, dat zou mijn droom zijn.